En we zeggen no, Miran, heel simpel. Waar ben je die andere dan? Oh, daar gaat hij. Zo dan. Dat zijn die verstevigde binten, zie je het? Ja. Dit is elektriciteit, daar moet je niet aankomen. Elektriciteit, dit is nog meer handel. Beestjes. Ja, het is allemaal, dit is allemaal nieuw, zie je. Nou, dus dit wordt dan een keuken-woongedeelte. En dit is slapen. Slapen is nog even groot als de keuken. Ja, groter denk ik. Ja, misschien wel. Oh, in een laag deurtje. Ja. Badkamer, wat gezien natuurlijk. Ja. Oh, is inderdaad laag. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik kan er staan hoor trouwens. Je hoeft helemaal niet te bukken. Nee, ga net. Ja, maar de post is lager. Ah ja. Okay. Nou, je moet nog wel afgewerkt worden. Even, ja. En dan inderdaad wat we overal zien. Mini douches. Gaat er staan. Dus, want als hier nog wat omheen zit. Nou. Is mini. Hè? Mini. Ja. Nice. Ja, dit moet je dus helemaal in gaan richten. En dan... Ik weet niet wat dat al is. Nee, dit was... Ik weet niet wat dit is. Of elektriciteit is of iets anders. En een co-aansluiting. Ik weet niet. Hier zijn allemaal die dingen zitten hier zo. En de door. Outside. Kijk nou, kijkgaatjes zitten zelfs. Hier zo. Kun je buiten kijken wie er voor de deur staat. Ja, goed. Grappig. Ja, ze zijn wel stevige deuren allemaal. Ja. Kijk, het moet nou afgewerkt worden, zie ik. Want... Ja, maar hij klemt. Kijk, een peur eromheen. Hier zo. Een stevige deur. Er zijn van die branddeuren, kijk maar hier. Ja. En van die enorme... Oké, volgende deur. Water? Ah ja, aqua. Volgens mij was het aangesloten op de meter. Ja. Ja, maar dat geen meisje is van de jaren 25 die alleen woont daar. Misschien dezelfde. Nee, dat is proberen dan anders. Ja. Duwen zeker. Ja. Nee, deze gaat beter. Oh ja, deze nog niet voor het hartje. Oh ja. Oké, okay, daar zit er hout in. Ja. Hout in steen. Deze was mooier. Ja, zie je wel dat het al een tijdje niet... Doe haar houten deur even op als je wil. Kan ik eventjes wat meer licht binnenkrijgen. Ja, beter. Dit is een meter, zie ik. Aparte meter lijkt het wel. Ik weet niet wat dat is. Oh, hier is een open haartje in. Ja. Ziet er leuk uit. Ja, de hele was natuurlijk heel gaaf. Ja.
Ja. Hier is een keuken. Hier komt dan een klein dingetje. Een klein keukentje. En dan ja, een bankje of zo. Ja, hier. Ja, dit is, wel, dit is nog een leuker dan die andere. Ja. Dan gaan we naar de... Oh, deze ook. Een stuk een balkon. Hè? Je hebt natuurlijk een balkon, deze. Ja. Kijk, hier heb je dat licht wat naar binnen valt met die balkon. Ja. Oh. Ja. Kijk, beter. Ja. Wat? Ja. Geweldige plafonds met de verstevigde geraamte voor de aardbevingen en zo. Uw licht is aan? Ja. Kijk, hier hebben ze dan hier zo'n douche, een nisje gemaakt, zie je? Oh ja. Maar er is nog geen douche. Oh ja. Dat is nog afgewerkt hier. Ik zie aansluiting. Dit? Ja. Oh ja. Er zit hier wel een kraan op, dus. Ik zie alleen maar één ding, geen warm of koud. Oh, dit is een minkraan. Ja? Oké, okay, zo. Nou, we zitten achter, toch? Oh, als jij het zegt. Zal wel. Moet er toch iets zitten? Ja, dit is een apart badkamertje. Ja. Leuk. Elektriciteit. Allebei de kanten. Ja. Je ziet duidelijk dat dit nog niet helemaal klaar is. Kijk hier zo. Nee. Nee, het moet nog afgerond worden natuurlijk. Ja. Dus ook is er iets, ze zijn er begonnen en hebben ze dan een beneboding niet opgemaakt. Inderdaad. Oké, ook gezien. Toch? Ja. Wat gaaf. Dit is een leuk appartementje. Ja. Voor de verhuur. Ja. Oké, dit is afvoer die nog niet. Ah, die lekt, ik zie het al. Kijk, hij lekt hier de regenafvoer. Druppelt. Oh. En druppelt zo hier langs. En dat is helemaal begroeid nu met mos. Ja. Oh ja. Yes. Mm-mm. Dat is wel mooi trouwens, maar. Naar boven. Ja. Dan groeit hier zo een vijgenboom. Hier zo. Keuken. Hebben we hier dan de cv-ketel? Ja. Nou, dit kan natuurlijk ook nog openzetten. Dat is nog een raam. Ja. En de afvoer. Ja. Ja, dat is. TV. En dit zou jouw keuken worden? Ja. Dit zou de keuken worden? Ja. Klopt. Ja, een krek in. Ja.
ik zou hier dan in de keuken dan natuurlijk op de muur willen zetten. Ja. Uitgekocht. Hier kan je natuurlijk een eettafel zetten. Daar kan je nog een kastje zetten. En inderdaad, kan je hier natuurlijk ook een zitje doen, omdat je hier een open haard hebt. Apart, hè? Al die filmpjes gezien en dan... Wacht. Oh ja, dat is die woonkamer. Ja. Gevuld met handel. Maar ik zou denk ik dan dit soort erbij trekken. Dan wil ik nu de slaapkamer open. Ja. Ja, het is een brede deur. Het is een brede deur. Ja. Ja, klopt. Ja. Zou dit gewoon bij je woonkamer zijn? Dit. Waar leid je van? Hier is een koppeltje. Zeg, scheelt erop licht. De bedden. Ja. Ja, ik denk het ook dat het woonkamer zou... Want de logeerkamers heb je niet nodig, omdat je dan natuurlijk beneden hebt. Nee. Nou, die zijn weer hetzelfde. Precies hetzelfde als beneden. Dan heb je de radiator in. Ja, geweldig uitzicht ook. Radiator. Filmpje. Maar zo ook oppervlakkig. Ja, een beetje gelegen. Boiler. Deze scheur is een beetje ontstaan, denk ik, door de. Daar zo. Ja. Die loopt een beetje aan. Oh ja, deze crack is het ook over. Oh ja. Ja, dat is gefilmd ook. Nou, dit is je slaapkamer, die is wel lekker. Ja. Maar goed dat ik deze deur niet over heb gedaan. Dat ging ook niet eens, kijk. Gaat niet, nee. Ja, kijk, als je hier natuurlijk echt een slaapkamer maakt, denk ik dat je hier dan wel nog gaat isoleren. Dit. De sleutel zit aan de binnenkant. Zie je het? Ja. En een crack hoor, van hier Tokio. Ja. Nou, dit is wel de grootste, kijk maar, want die gaat helemaal ook hier door, zie je? Ja. Maar, is ook een beetje ontstaan. Hier zo. Maar dat ze hier die verwarmingen geboord hebben ook. Ja, dit is ruim zat. Oké, stop. Zijn we nu? Oh ja, wacht even. Weet het palaatje ook weer, Miran? Castellone Alcazaria. Ah ja. En dan ligt daar het oude spookhuis. Waar we het niet hebben gedaan. Helemaal groen.